veel samenspelen met mensen die ook gemotiveerd waren om muziek te maken. En elkaar daarin aanvullen en ook gewoon dieper ingaan op de muziektheorie zelf. Van wat in de onderbouw natuurlijk wel wat basis meegekregen. Maar het leek me vooral leuk om daar nog meer over te leren en dat dan ook toe te passen in de praktijk. En ja, uiteindelijk is het daar, voor zover we het kunnen hebben doen, veel van gekomen. Vooral het samenspelen was leuk, veel opdrachten waarin je ook veel meer zelf input moest geven en moest nadenken over de muziek. En ja, muziektheorie ook zeker, daar zijn we echt wel hard op in. Het leukste ding eraan is eigenlijk om met andere mensen samen te werken, zou ik denken. Dat we nieuwe ideeën bedenken, liedjes eigenlijk instuderen samen en dan maar zien wat er dan uitkomt. Het proces ernaartoe is altijd het leukste. Ja. En op de C natuurlijk. Dat is superleuk. Iedereen denkt altijd van tevoren van, oh ja, oké, okay, ja, klassieke muziek, ik weet het eigenlijk niet. En dan ga je met z'n allen in een koor zingen en het is gewoon super tof. En eigenlijk vindt iedereen het altijd leuk, ook iedereen die denkt dat ze het niks gaan doen. There's an ache that you can't ignore. Feeling your breath, feeling your mind, and all this real is left behind. Samenspelen. Van, normaal speel ik muziek gewoon altijd alleen thuis in mijn eentje, maar hier wel echt gewoon hoe je samen met anderen muziek maakt in een bandje. En gewoon de muziektheorie vind ik ook eigenlijk best wel interessant over bijvoorbeeld akkoorden leren. Normaal als je een stuk hebt en dan zie je E mineur of C majeur en dan moet ik normaal eerst opzoeken van wat is het akkoord, maar nu kan ik het gewoon in één keer spelen omdat ik gewoon weet hoe die akkoorden zijn opgebouwd.